Ik heb een deel van mijn huis weggehaald. En waarom heb ik een deel van mijn huis weggehaald? Omdat ik mijn huis wil gaan uitbreiden. Want deze woonkamer, ja, die is niet zo groot. Er is hier niet zoveel ruimte. Dus ik wil de eettafel en de keuken eigenlijk gewoon een beetje verplaatsen. Dus we gaan de vloer gewoon lekker zelf plaatsen. Op deze manier, boom. En dan gaan we gewoon beginnen. Dus dan wil ik sowieso de eettafel. Waar zouden we hem zetten? Nou, ik vind dit wel een mooie plekje. Wat doen we met deze muur? Nou, weet je wat? Kan mij het verrotten? Ik haal hem lekker eruit. En als ik hem eruit haal, dan haal ik hem lekker eruit. Wie heeft er dan weer moeite mee? Gewoon niemand. Dus ja, wat boeit mij het? In ieder geval, ik moet eventjes nadenken. Wat wil ik nog meer gaan uitbreiden? Want, oh ja, de woonkamer. Want die is namelijk een beetje klein. Maar ik heb wel een dingetje. Want mijn, ja, mijn slaapkamer zit hier. Dus, hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we dit het beste doen? Nou, ik denk dat ik dit, oh, moet ik wel ingedrukt houden. Ik denk dat ik deze ruimte gewoon nog wat langer maak, zo. En dat ik hierachter nog een grote ruimte wil. Nou, gewoon weet je wat? Gewoon meerdere kamers. We doen hier gewoon meerdere kamers. Gewoon twee kamers. En wat ik erin ga zetten, ik heb echt werkelijk waar geen idee. En dan wil ik hier eigenlijk een garage hebben. Want wat is een huis nou zonder een garage? Ja, ik heb alleen net niet genoeg geld voor een auto. Dus ik ga binnenkort even wat geld sparen. En dan kopen we de volgende keer wel een auto. Dat komt ook wel allemaal weer goed. Hup. 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 En die vloeren zijn geplaatst. En dan moet ik deze. Oh, is niet helemaal de bedoeling. Vloer. En dan gaan we even normaal plaatsen. Zo. Nou, hè, was dat nou zo moeilijk? Nou, dat niet. Ik denk dat we hem beter zo kunnen zetten. Nee, zo. Ja, ja, ik vind het wel wat hebben. Ik wil eigenlijk de muur. Oh. Oh, ik heb de kast niet goed geplaatst. Vandaar dat de muur er niet kon staan. En nu wel. Heb ik de kast goed staan? Ja. Oké. Ik denk dat ik dan de tafel maar nog iets opschuif. Om hem precies in het midden te hebben. En wat ik hiermee ga doen. Maak gewoon de muur even deze kleur. Want ja, we gaan niet 10.000 andere kleuren doen. Want dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus vandaar dat we het gewoon lekker zo doen. Hoppakee. En dan moeten we eventjes, ja, moeten we even wat dichter hebben. Voor boven de tafel. Daar hebben we uiteraard nu wel geld voor. Want ja, als ik geen geld had, dan ben ik, dat, ja, dan ga ik ook gewoon niet spelen. Ik denk dat ik deze lamp hierboven hang. En dan wil ik hier eigenlijk deze lampen doen. Is dat mooi? Nou, maakt niet uit of het mooi is. Ik denk dat het wel prima staat zo. Ik wil eigenlijk wat duurdere banken hebben. Aangezien ja, mijn comfort hier niet mee omhoog gaat. Niet echt tenminste. Dus wat we moeten doen. Wij moeten betere banken gaan plaatsen. En deze op zich ook wel prima. Kijk deze dure banken jongen. Ja, ja op zich het kan makkelijk. Maar dat lijkt me niet echt handig. Ik wil eigenlijk gewoon deze hebben. Gewoon een hoekbank. Maar dan ga ik hem natuurlijk niet geel laten. Want ja, wie gaat zijn bank nou weer geel maken? Ja, iemand die echt van geel houdt. Ik vind geel op zich niet verkeerd. Maar voor een bank, daar zeg ik echt nee tegen. Oranje kussens, wie heeft dat nou weer bedacht? Die moeten rood. Kunnen we hier nog iets doen? Oh, dit zijn de poten. Nou, zo. Ik vind de bank prima zo. Maar moeten we de tv opschuiven? Is dat nodig? Ik denk het wel. Oh, nu verschuif ik de bank. Ik wil het tapijt verschuiven.
Alsnog is dit niet een hele grote ruimte. Ja, we gaan het toch even anders doen. Dus, ik wil hier meer ruimte hebben. Misschien kan ik de kledingkast eruit halen. Ik weet nog niet precies wat de bedoeling is. Dan moet ik even kijken. Hallo, ik wil de muur plaatsen, maar ik kan er niet bij door die deur. Dit meen je niet. Kan ik nou geen muur plaatsen door die deur? Wacht even hoor, we gaan even die deur dicht doen. Ja, of het heeft met heel wat anders te maken, maar ja. We doen dat ding gewoon lekker dicht. We gaan weer in de build mode. Ja, kijk eens. Nu kan het wel. Nu hebben we die hoek hier wat langer gemaakt. Maar, oh, ik weet nou niet wat slim is voor de deur. Ja, welke deur zullen we doen? Dat wordt ook nog een dingetje. Ik denk dat we gewoon deze deur gaan doen. Oh, de deur kan ook nog hier. De deur kan gewoon hier. Waarom ook niet? Nou, als het daar het beste past, dan zet hem daar lekker neer, joh. Kijk, dit is ook weer meteen veel handiger. Heb je meteen ook meer ruimte? En ben je meteen van dat gezeur af? En dan kunnen we de bank... Oké, het was de bedoeling dat hij iets naar achteren ging. Maar dan moet de deur dus hier staan. Ja, op zich. Ja, het ziet er een beetje lelijk uit, maar op zich. Het kan. Het past er. Als ik maar een deur heb, hè. Want als ik niet naar mijn slaapkamer toe kan, wat heeft het dan voor zin dat ik een slaapkamer heb, toch? Zo. En dan doen we even zo. En ja, dan moet deze muur eigenlijk ook nog even gekleurd worden. Dan moeten we dat hier ook weer even... dat was niet helemaal de bedoeling. Ik moest deze... Waarom is die dan toch weer veranderd? Kan ik glitch zijn? Ja, inderdaad. Het is een glitch. En nu kan ik dat niet meer goed maken. Dus dan plaatsen we hem even opnieuw. Oh, godsamme. Dit ga je niet mee, hè? Oh, zie je, nu kan het wel. Altijd die rare bugs. Nou, ik weet niet waar ze hiermee bezig zijn, maar volgens mij is deze game van 2012, 2013. En hij is nog steeds beta, dus ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar het is een beetje tijd om op te schieten, denk ik. Oké, hier hebben we natuurlijk ook nog kamers. Dan moeten we even bedenken wat we daarmee willen doen. Dan ga ik even nog wat verlichting erbij pakken. Even denken. Deze. En dan doen we zo beam. En beam. Staat dat mooi? Ja, ik vind het best. Als we maar wat licht hebben. We moeten wel een beetje licht in de duisternis hebben. Het is ook niet de bedoeling dat we niks zien. Ik ga niet blind door een huis heen lopen. Ik heb het dak er trouwens ook afgehaald. Maar nu is de vorm van het huis beter en kunnen we dus makkelijker een dak erop zetten. Dus ik denk zo dat het niet heel veel moeite gaat kosten. Maar in ieder geval, we gaan weer door. En dan doen we dit. Dit ga je niet menen. Op zich is dit mooi. Op zich is het wel leuk. Kijk, zie je, maar dit is gewoon een glitch. Dus ik kan het alleen niet nadoen. Kijk, nu is er ook weer een nieuwe update en glitch. Kijk, je ziet hier dus het achtje. Het achtje met het dollarteken staat rood. Dat betekent dat je niet kan betalen of zo. Maar ja, volgens mij is dat gewoon een glitch. Volgens mij hoort het niet. Maar goed, ik denk dat we even deuren moeten plaatsen. Want anders kunnen we er nergens heen. En dat lijkt me wel handig als we ergens heen kunnen. Hè? Doen we hier de achterdeur. En dan doen we hier gewoon een deurtje tussen. En dan doen we daar ook een deurtje tussen. En doen we hier ook weer een deurtje tussen. Dan kunnen we naar de garage natuurlijk. En ik moet even kijken of er een garagedeur is. Oh ja, die zijn er zeker. Zo, sommige zijn echt wel duur. Is dit de duurste?
Maar hij lijkt me niet echt mooi. Het is een beetje donker eigenlijk. Is dit een mooie? Nou. Ik denk dat ik hem zo moet plaatsen, I guess. Want dan gaat hij via de buitenkant open. Ik denk tenminste. Weet je wat? Laten we dan ook maar meteen gaan testen. Om te weten ook meteen of het klopt. Zo, het is zo donker hier. Ik moet misschien even mijn beeld wat verder zetten. Wacht even hoor. Zo, nu kan ik ook wat zien. Waarschijnlijk zien jullie het al gewoon, maar... Ja, ik dus niet. Het FPS, ik ben ook een beetje dom geweest. Dat is gewoon hoe snel het beeld draait. Dus ja, die staat nu weer op 30. Maar het kan zijn dat mijn beeld zelf daardoor gaat laggen. Oh, hij gaat zo omhoog. Hij gaat op zijn kop omhoog. Oh, nu snap ik hem. Maar goed, dan gaan we nu even een pad maken. Want ja, dat lijkt me ook wel handig om te hebben. En dan doen we zo. Zo. En dan plaatsen we daar een punt. En dan doen we hier een punt. En dan drukken we op de rechter muisknop. En boom. Ik zei toch boom. Hè? Oké. Okay. Zo. Welke kleur zou het pad maken? Ik hoop dat de microfoon het toch goed doet. Want ik kreeg trouwens net een bericht binnen. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik denk het niet. Ik ga er vanuit of niet. Ik zie hier geen kloot. Dus ik weet ook echt niet wat mooi is. Ik denk niet dat het heel mooi staat dit. Maar dan moeten we even voor wat licht gaan zorgen. Ja, jij hebt ook lantaarnpalen. Ik weet niet of dat handig is om te doen. Ik denk dat we sowieso deze lamp hier even gaan plaatsen. En zo. Ja, dit maakt al een groot verschil. Ja, ik vind het wel prima. Eigenlijk moet ik ook even een muurtje hebben. En dat doen we. Nou, welke zullen we gebruiken? Deze. Deze. En dan doen we hier helemaal heen. Zo, kost ook duur trouwens. We zijn al een beetje lang bezig. Dus ja, ik denk dat we deze twee kamers volgende keer gaan inrichten. En dan ook nog even gouden tuin gaan doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je alle Bloxburg video's zien? Dan moet je even een video of de playlist aanklikken. Die nu in beeld komt. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer.